Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Wel een beetje aan de late kant, Margie. Of vind je zelf van niet? Ik ben in mijn kantoor, Nico. Meneer. Ja. Nee. Nee? Nee, dat vind ik van niet, nee. Oh. Dan moet die broer van jou niet zo lang in het café zitten. Morgen. Ja, maar meneer. Het is goed, trui. Reparatie aan kippenmok of kerk. Ieders klaar voor al uw timmerwerk. Buongiorno allemaal. Hier is die dame. Heel mooi gelukt, meneer. Nou, prima. Geertje, ben schatje. Ja. Oh, zit maar, schatje. Ik ben toch jouw schatje? Ja, tuurlijk. Jij bent mijn allerliefste schatje. Maar Geert is ook hartstikke leuk om mee, hoor. Ja, ja, mooi. Ja. Lisa, ga hier maar even zitten, zo. Dan kun je even lekker... Ja, dit werkt toch niet. Zo. Ga hier maar even lekker zitten. Dan kun je even lekker zitten. Geert, ja, zo? Ja, hoor. Oké. Okay. Oh. Snutverdikke. Gutverdikke mij. Wat zien we niet in het weekend? Ik ben smaandags 2 keer zoveel gloor nodig als de rest van de weken. Ah, Koos. Nou, hoe is het nou dan? Niet best. Nou, mooi. Moet je ook maar niet zoveel soepen. Maar... Komt u verder, inspecteur. En uw naam was? Van Putten. Inspecteur Van Putten. Tafel. Een dame. Ja, dat weet ik wel. Ja, lekker, hè? Je hebt het toch niet aanzitten, of wat? Nou, ik wou alleen maar even voelen... Heb jij aan de deur zitten? Aan de doos? Oh, is hij dood? Ja, zie. Als een pieren. Oh, nee toch? Ja, volgens dokter Rossi hier wat. Ja, hij heeft geen hartslag gevoeld. Hij heeft hem aan de pols gevoeld. Vinger aan de pols. Ruilen? Ik begreep er helemaal niets van. Hoe was uw naam ook alweer? Ria Albers. Ik kom om... Mevrouw Aalberg, u bent... Jeetje, ik had me die delegatie toch heel anders voorgesteld. Bastasia un bella canzone. Zo, die machine loopt nog dik al voertje. En dan die koekjes zijn van die Clara. Ciao. Ja, ook goeiedag. Uw bella dame. Wat? Ik u bekijk en hij zei, uw bella dame. Heb jij mij staan te beloeren? Gadverdamme! Neem me niet kwalijk. Mijn naam is Corrie de Jong. Ik ben inspectrice van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ik zou heel graag willen dat er iemand van de leiding met me meegaat op inspectie. U bent van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Oh, wie is dan die dooi in die werkkast? Vraag jij hem, maar naar mij luistert het toch niet. Zeg, Koos, hè? Lieverd. We hebben een probleem. Ja, zit namelijk zo, want de directie is er niet, dus nou moet jij met de inspecteur met. Inspecteur? Inspectrice. Inspectrice? Ja. Ja, van de Nederlandse Voedsel- en Waren. Autoriteit. Voedsel en Waren? Ja. Nee, daar ben ik niet voor aan om. Nee, Koos. Maar waar jij wel veranderd bent, dat doe jij ook niet, dus. Oh, ja, en viel me op dat ze een Engels accent had. Engels accent? Ja, dat moet er wezen, ja. Wat bedoel jij? Nou, dat zal ik je vertellen.
Een jaar of 4 geleden heeft Jos wat had met ene Lisa. Wat dat even 1 of 3 duurt. Ze waren stapelverliefd op elkaar. Oh, het straalde eraf. En toen? Niks. Niks? Ik vroeg of jij getrouwd bent. Nee. Nee? Zo'n mooie vrouw. Hoe komt dat? Mijn man is dood. Ik ben weduwe. Oh, wat erg. Scusi, scusi. Was hij van die zieke? Nee, nee. Hij heeft metdoen aan plofkraak. Plofkraak? Ja. Alleen de plof die kwam te vroeg. Ja. Toen kassie wel, hè. Typisch bedrijfsongevalligie. Maar gestorven in het harnas, hè, zou ik maar zeggen. Tja. Mooi, Klaas. Zeg, Geert, kan ik je straks nog even spreken? Ja, is goed, hoor. Ja, ja, prima. Allemaal zeker wel, hoor. Zeg, wat kwam je nou eigenlijk doen? Wat nou, mee, nou, zo gebeurde. Nou, nee. Was dat nou zo moeilijk, Koos? Nou hoefde jij alleen maar met de rond om er het bedrijf te laten zien. Meneer krijgt wel weer voor elkaar. Maar dat is ook je specialiteit, hè? Fouten op de kast te jagen. Bij deze ging dat sneller dan bij jou. Hij ligt er niet meer. Oh. Nou ja, dan zou je maar ergens anders verloren weer. Nee, niet mijn portemonnee. De inspecteur, die ligt er niet meer. Nee. Niet te dood! Weg! Wilt u een beetje? Oh, ik dacht dat iemand dood was en toen... Ja, Gertrude, ik weet het zeker. Ik voel de pols en ik voel het niet. Nee! Nee, dat zal ook wel niet, nee. Nee, nee, dat je geen hartslag voelde. Wat was er net de deur uitloop? Dat is geen mens. Nee, dat was een levend lied. Ja, en die hebben geen hartslag, hè? Nee, want die ben dood. Heb je nog goed gehoord, Marco? Die ben hartstikke dood. Levend lied? Heb jij wel eens een dooie zien lopen? Hoi, Rian. Hallo, Marco. Lekker ding. Margie heet ik. Oh, nog een mannen van die oom van die andere kant, hè? Ah, hallo, ladies. Ja, ik ben hier maar even naartoe lopen. Want die Griek, die had mij in een kantine plant. Ja, wat op zich helemaal niet zo erg is, hè? Maar Griek... Ja, 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 ja. Ah, ze bedoelt vast Marco. Oh, u bedoelt vast Marco, dat is een Italiaan. Ah, maar Griek of Italiaan of... ach, ben jammer van die knoflookvreters. Voor mij is hij al vroeg aan de drank. Ja. Ja. Een paar borreltjes had zeker, hè? Nee. Nee, waar was ik ook alweer blij? Oh ja, ja, ja. Ik kwam in alle schoolvriendin tegen in de kantine. Ja, leuk! Ja. Zeg, dat mensen is niet te vertrouwen, hè? Zal ik je vertellen, sterker nog, die hele familie die zit in de criminaliteit. Ik ben die Marco. Ik ben de Corrie. U bent een bella vrouw, bella mooie vrouw, hè? Goed, die Slome, die heeft me in de kantine gezet. Slome? Ja, die chef technische dienst, ene Koos. Man. Dat figuur is ja niet vooruit te branden. Die heeft de hele dag nodig om van die ene naar de andere kant te lopen. Koos. Ja. Ja, Koos, ja. Ja, dat is mijn man. Je bent wel een hele lekkere fan, hè, Klaas? Koos. Wat zeg je? Mijn naam is Koos. Nou, Koosie, Ria heeft
Wel gelijk hoor. Je bent echt wel een lekkere vent. Zullen we een keertje... Nou, ik dacht ik niet. Hoida, mi amora. Getroida, mi amora, getroida, mi amora, getroida, mi amora. Ah, daar jij zijn. Meneer de inspecteur, huisvredebreuk, het zonder toestemming betreden van ruimtes, het zonder toestemming toe-eigenen van andermans goederen. Stelen dus. Moet ik naar hem deur, hè? Wat een paar hitsige vrouwen ben dat, zeg. Overal zit de aanjoete Friemon. Ule fabriek zat naar ons te kiek. Nou, dan waren ze bij jou aan het goede adres, of niet? Zeg, Koos, moet je luisteren, hè? Jij bent misschien wel een slomer, maar je bent wel mijn slomer. Ja? Ik denk dat ik Geertruida ook nog een paar van deze koekjes ga brengen. Zo gauw als mijn vader weer op de been is, ga ik Jos bellen. Maar met de toestand van mijn vader werd mijn moeder ook steeds slechter en kreeg klachten. Haar hart. Vader heeft 2 weken in het ziekenhuis gelegen. Ja. En na 3 weken thuis te hebben doorgebracht, is ze overleden. Och, nee toch? Ja. Oh, lieverd. Lisa, ik hol voor jou. Hallo! Hi! Tortelduifjes. Dame. Jos. Kom, we gaan het als Nico vertellen. Die valt op. Oh no, ik wil het niet! Als ik dat vanavond aan mijn bedders vertel. Ja, ik ben een trotse Italiaan. Ja. Ik ga mijn gelijk aan de kleren. Ja. Nou, kom op. Zeg, moet ik je helpen, mi amore? Oh ja, ja. Ja, maar wij hebben je tenslotte ook uitgekleed. No. Moet ik je weer helpen? No. Oh, no.